DNA-leden hebben vandaag duidelijkheid gevraagd van de regering over zaken aangaande de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM en de energiebedrijven Suriname EBS. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wees erop dat de gemeenschap wordt overspoeld met berichten over deze kwesties, voornamelijk uit social media. Echter blijven vele vragen onbeantwoord. Zaken die te maken hebben met aankopen daarbij, EBS, werk, het gunnen van werken, voorzitter. En al deze dingen verschijnen in die samenleving. En we zien weliswaar dat SLM een reactie geeft, maar vanuit EBS nog niets. Maar ook vanuit de regering nog geen informatie naar buiten is gekomen, voorzitter. Dus wij doen een beroep op u. Uw agenda kunt u voortzetten, maar het zou goed zijn, alvorens we door te gaan, de regering is hier. U hebt net de mededeling gedaan dat de president uitlandig is, dus ik neem aan dat de vicepresident wel de acting president in het land is. Dat we de informatie krijgen van de regering, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat het vrij ernstig is en die informatie vanuit de regering, de uitvoerende macht, naar die samenleving is hard nodig. En fora waar dat ook gedaan zou kunnen worden, is hier in het parlement, voorzitter. Dus wij vragen u medewerking dat de verantwoording door de regering wel terstond plaatsvindt, voorzitter. Gregory Rusland van de NPS zegt dat iedereen positieve ontwikkelingen wil ondersteunen. Maar de recente berichtgevingen vanuit functionarissen van het bedrijf maken dat mensen zich afvragen wat er gebeurt. Rabinder Parmisser wijst erop dat deze zaken zich voordoen vanwege het gebrek aan transparantie. Als blijkt dat er nu contracten worden gegeven aan bedrijven waarvan je afvraagt van klopt dat wel in relatie met de functie van de personen die betrokken zijn en dergelijke. Conflict of interest issues die spelen. Misschien is het niet zo, misschien is het wel zo. Maar ik zou ook een beroep doen dat de regering zo snel mogelijk komt om ons uitleg te geven daarover. Ook de issues natuurlijk met betrekking tot EBS. Maar ik wil het niet tot dat beperken alleen. Er zijn meerdere bedrijven, parastatalen en de overheid in algemene zijn waar er issues spelen op dit moment, voorzitter, van die aard die toch wel die samenleving onrustig maken. En we moeten die rust in die samenleving bewaren. Dus wij vragen dat de regering zo snel mogelijk komt om uitleg te geven over deze issues, zodat we natuurlijk rustig verder kunnen gaan. Als dit soort zaken niet concreet komen, voorzitter, dan gaan we altijd een probleem hebben. Ik vraag aandacht dat we langs die weg met de regering zeker openhartig communiceren. Na deze oproep van de parlementariërs schorst de voorzitter de vergadering om overleg te plegen voor het volgen van de juiste lijnen over deze kwestie.